In deze aflevering van Grootgroen hebben wij te gast Peter Siers. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Peter, jij hebt een hele turbulente week achter de rug. Dat mag je wel zeggen. Maar ook een prachtige week. Ook dat nog. Twee keer feest voor vrienden, bekenden en opdrachtgevers. En zaterdag een geweldig feest bij Rauhorst voor 750 werknemers. Klopt, en oud-werknemers. En donderdag, maar daar kom ik zo op terug, was voor jou daarnaast, naast de viering, nog een heel bijzondere dag. Dat klopt. Maar Peter, jij bent ongeveer 50 jaar of 50 jaar. 50 plus, ja. 50, een hele, hele kleine plus. Ja. En ik wilde eigenlijk niet jouw leven verdelen alsof ik het kan, maar ik wou eigenlijk graag iets over je jeugd, toen je 10, toen je 20, toen je 30, toen je 40 jaar was, zo die tijd een beetje doornemen. En dan begin ik natuurlijk bij jouw jeugd met een hele drukke vader en een hele sportieve moeder. Ja. Was jij zelf ook heel sportief? Nou, de hele gezin was sportief. Opgegroeid aan de Piedijnstraat. Eén oudere broer, twee jongere zussen. En bij ons draaide alles om sport. Mijn moeder tennisde, volleybalde, kegelde, paardtennisde ook. Wij speelden allemaal hockey. Allemaal waterpolo, zwemmen, waterpolo en tennis. Het was continu naar het sportveld, training. Het was continu sport. En tussendoor naar school? Tussendoor naar school, dat vonden we allemaal niet zo grappig, maar dat moest wel gebeuren. Ja. Maar sport was bij ons heel belangrijk. Als we de sportwedstrijd gaan in het weekend, dan keek ik me van vreugde naar het volgende weekend, waar moet dan naartoe? En wat was jouw lievelingssport? Waterpolo. Ja, ja. Waterpolo heb ik het langst op gedaan, op het hoogste niveau, gespeeld. Ik ben nog Nederlands kampioen geweest, Overijssels team, onder de 16. Hockey was de tweede sport, dat was meer het bierteam, zeg maar. En tennis was, daar deden we een paar les gehad. Maar daar hadden we eigenlijk niet zo heel veel tijd voor. Wel competitie gespeeld, maar niet echt actief. Maar zag je in die periode jouw vader veel? Jouw moeder was natuurlijk de... Mijn moeder was de huisvrouw, de moeder die de thuis was. De theermoeder, zeg maar. Ja. Die was thuis, maar heel vaak weg. Kegelen, volleybal. Mijn vader was 's morgens voordat wij in bed waren, was hij al weg. En als wij 's avonds naar bed gingen, was hij als jonge kinderen... Was hij nog niet uit? Nou Peter, en dan ben je 8 jaar, 10 jaar, 12 jaar, dan heb je de basisschool, de lagere school achter de rug en dan ga je naar de middelbare school. Naar de HAVO, ja, HAVO, MAVO, terug naar de HAVO. Ja, ja. En intussen blijf jij natuurlijk sporten, maar kom je ook al terecht in de wereld waarin jij ook heel bekend bent, namelijk in de carnavalswereld. Ja, dat klopt. Toen ik, 16 het blanke boeskeurig. Toen ik 16 jaar was, toen ben ik meer gaan helpen bouwen, wagens bouwen. Mijn broer werd dat jaar vorst van de Blanke Boskogels, wist ik niks van. Jouw broer Hans? Hans, mijn oude broer Hans. Ik wist er niks van, maar ik ben wagens gaan bouwen op tochtcommissie. En in dat jaar daarna kwam ik in de Raad van Spruitjes, of als mooi, Raad van Elf, van de Blanke Boskogels. Maar, nou maak me een grote sprong, ik ga nog even terug. Even terug. Hè? Jij beëindigt je middelbare schoolopleiding. Ja. En wat ga je dan doen? Toen ben ik naar de HAO gegaan in Enschede, bedrijfseconomie studeren. Daar heb ik 4 jaar gezeten. Niet met succes afgerond. Daarna de avondstudie gaan doen en op dat moment ook in militaire dienst gaan. Ik heb anderhalf jaar gezeten in Ermelo, opleiding onderofficier, en daarna in Assen als onderofficier gediend. En dan kom je uit militaire dienst? Toen ben ik gaan werken bij de AmroBank toen nog, later ABN AMRO. AmroBank aan de Rijnstraat in de wijk Deppenbroek, kassiersfunctie. Dat heb ik een half jaar gedaan. Toen heb ik mijn eerste diploma MBA gehaald, bedrijfsadministratie. En toen wou ik administratief werk gaan doen, dat kon bij de bank niet, toen heb ik ontslag genomen. Toen ben ik naar een accountskantoor gegaan in Delden. Daar heb ik totaal 3 jaar gewerkt. Daar was ik gewoon assistent accountant, of ja, hulpboekhouder, hoe je het noemen wilt. Ik deed administraties voor midden- en kleinbedrijf, cafetaria's, slagerijen, dat soort werk. En dat heb ik 3 jaar gedaan. En toen zijn we inmiddels gekomen bij het feit dat het bedrijf 25 jaar bestond. Maar daar kom ik zo even op terug, Peter. Maar in die periode, dat je dus zeg maar na je diensttijd, kom je terecht bij de bank en in het kleinere bedrijfsleven. Ja, ik was bezig met cijfers. En cijfers, dat is mij alles. Ik wil graag met cijfers bezig zijn. Jij bent een carnavalsman, een cijferman en een gezellige man. Maar we gaan even naar de cijferman, Peter. Je zat dus in die sfeer en daar maakte jij wel kennis met wat kleinere en wat grotere ondernemingen. Ja. En die keek jij van binnen door? Ik verzorgde de administratie, de btw-aangifte, eventueel de vermogensopstelling en de jaarcijfers, de balans.
Maar dan is er helemaal nog niks bekend over de ondernemer zelf. Nee, ik was bezig in dat vak mee te bekwamen en ik wou door als accountant. Tenminste, mijn doel was om accountant te worden. Ja. Maar goed, omstreeks die tijd lijkt het erop dat jouw broer Hans de onderneming gaat overnemen. Nou ja, dat dacht ik, want Hans was al jaren actief in de zaak als uitvoerder. Hij had zijn aannemersdiploma ook gehad. Dus ik dacht, nou ja, een paar had altijd gezegd, ik kan er maar één in het bedrijf. Want jongens, jullie kunnen wel goed met elkaar, maar je partners, dat weet je niet. De een wil een auto, de ander wil niet doen. Dan kan er maar één in het bedrijf. Had ik me bij neergelegd, ik denk, Hans zal het wel doen. Hij werkte al toen al 10 jaar in het bedrijf. Ik zei, nou, dan ga ik met partners, ik wil die accountant zien. Ik wil gewoon met cijfers aan het werk. En dan kom ik misschien via het accountantskantoor ooit wel een keer bij een bedrijf terecht, waar ik misschien financieel directeur kan worden, of misschien in kan kopen, of we zien wel. Maar dat pad ging ik. Maar Sears was in die tijd al een heel groot bedrijf. Sears was in die tijd ongeveer 400-500 man. Ja, dus een hele grote landelijke onderneming. Ja. Met ook een hele grote verantwoordelijkheid als hoogste man aan de piramide. Ja. En maar op enig moment besluit jouw broer om het niet te doen. Nee. Om zelf ondernemer in een wat kleinere setting te worden. Ja. En dan komt jouw vader bij jou, of hoe gaat het? Nee, dat ging anders. Ik was nog wel thuis, of ik woonde nog thuis, ik was niet eens, ja, ik woonde nog thuis. Toen zei ik op een gegeven moment, als Hans het niet doet, mijn moeder stond erbij, dan wil ik het wel. Nou, en toen dacht ik dat mijn vader zo'n beetje de oorkassen eruit rolde. Jij? Mijn moeder zegt, ja, waarom hij niet? Jij kwam niet achter een groot directiebureau te zitten? Nee, ik ben gewoon het eerste jaar ben ik rond geweest bij alle ploegen. Dus overal een aantal weken meegedraaid. Ook om de mensen te leren kennen, met hun in de keert, met hun gewoon commitment te krijgen. En in 92, begin 92, toen kwam ik op de zaak terug. We moesten elke avond op de zaak terugmelden van hoe het was vandaag en hoe ging het. Bij jouw vader? Bij mijn vader en bij de bedrijfsleiding. En toen zei ze, ja, we hebben hem. Ik zei, wie heb je? Ja, we hebben een probleem in Duitsland, er moet een werkje uitgevoerd worden en dat kun jij mooi doen. Oh. En ik heb werk uitvoerend in Duitsland. Ja, werk uitvoerend in Duitsland. Dat is Gerrit Berink, ken ik al. Dat is rayonleider Duitsland. En jij gaat mooi naar Duitsland. Dat zijn de ploegjes. En daar ging Peter Sears naar Duitsland. Redde de met. Ja. Nou, in die tijd had ik met mijn vader afgesproken dat ik elk jaar, eind van het jaar, kon afspreken. We gaan door of we gaan niet door. Dus er zat nog een escape voor mij in. Als het te gek ging of ik niet dacht van ik zie het zitten, dan kun je maar stoppen. Nou, dat hebben we doorgezet. En, maar ja, zijn er momenten geweest waarop je dacht nou... Nee, niet. Niet. Je gaat die trein in en je bent bezig en op dat moment ben je ook bezig met financiers, met banken, met fiscaal. Ja, maar je bent nog heel jong, Peter. Op dat moment ben je heel jong, ja. Ik overdroeg aan jou, was dat het bedrijf Sears landelijk werkt en ook in het buitenland werkt, maar zeer Oldenzaals georiënteerd is als het om sociale inslag gaat. Ja. Sears staat bekend, door vader Sears Herman ingezet, als een buitengewoon sociaal bedrijf. Je kwam er eigenlijk nooit voor niks als er iets moest gebeuren. En ik weet uit eigen ervaring, vanuit mijn werk en ook van mensen die ik sprak, dat men zei in den beginne, nou, of Peter die inslag heeft als zijn vader, dat weten wij niet, dat wist niemand. Nee. En jouw vader gaf jou ook geen gebod mee van je moet dit en je moet dat, je werd vrijgelaten. En het is... heel bijzonder dat die naam Sears, ook Peter Sears, diezelfde sociale inslag heeft gehouden. Jullie betekenen heel erg veel voor Oldenzaal. Ja, en dat is niet, niet bedoeld als compliment, maar dat is gewoon een feit. Ja. Ik weet dat uit eigen ervaring. En dat heb jij kunnen doen. Ja. Omdat, maar Peter, je hebt mij ook verteld in het voorgesprek, de eerste 5 jaren waren voor jou heel moeilijk. Dat waren tropenjaren, daar weet ik weinig meer van. Dat was gewoon, ik was dus de man met de grootste schuld van de Oldenzaal, zoals gezegd. En dat drukt. Ja, dan ga je hard aan het werk. Ik moest saneren in 1994. Er zijn ook heel veel mensen toen even met ontslag geweest. Opdrachtgevers trokken opdrachten in. Niet omdat ik het overnam, maar het was gewoon een rare periode. Ja, en daar moet je door. Dus saneren, zien dat je geld verdient. Want 1993, zoals gezegd, was een vliesgevend jaar. Dan ga je door. Dan koop je een bedrijf bij. Toen Haco Electronics. Ja, en de hectische jaren, eigenlijk wil ik van die periode. Nee, eigenlijk kwam ik pas weer besef voor 1998, 1999 van. Nou, ja, dus het zal best besef zijn geweest, maar je hebt keihard gewerkt. Ja. En het bedrijf Sears L&M, leiding en montage, ja.
Je hebt natuurlijk na die tijd ook heel veel bedrijven erbij gekocht, maar is heel erg afhankelijk, heb jij mij wel eens gezegd, van de maanden, januari, februari, eigenlijk de winterperiode. De winterperiode is bij ons gewoon bepalend voor het jaarresultaat. Als wij in de winter gewoon een hele strenge winter hebben, dan wordt er niks gedaan. Dan wordt er niks gedaan, dan moeten mensen doorbetalen. En dat kost jou dus iedere dag, jou, maar de onderneming, heel erg veel geld. Daar kun je elke dag een hele dikke middenklas auto van kopen. Nee. Dus maar nou spring ik even terug, Peter, naar de carnavalsman. Ja. De ondernemer komt zo nog weer even aan de orde, want het was fantastisch het weekend wat je samen met jouw personeel en opdrachtgevers gevierd hebt. Ja. Maar ik ga even terug naar jouw carnavalsperiode. Je bent 28 jaar en dan ga jij over van de blanke broeskeulkes, van de jeugd naar de volwassenen? Ja, ik ging niet over. Ik heb eerst een jaar gewoon carnaval, zeg maar, gewoon langs de kant van de weg gevierd. Oké. Okay. Want het was niet automatisch. Met het kieltje, gewoon met het kieltje. Met het kieltje aan, je was niet automatisch als bestuurslid van de blanke broeskeulkes, ging je naar de cadeausmakers. Dat heeft een jaar geduurd. Toen kwam de vraag van de opdrachtcommissie, toen Josse Le Messier, broer van Tony, van we zoeken een secretaris van de opdrachtcommissie van de cadeausmakers. En toen zei Peter Velder, de toenmalige voorzitter van de blanke broeskeulkes, ik ken er een die vorig jaar gestopt is, die secretaris geweest van de vereniging, die moet je vragen aan Peter Siers en dan komt dat goed. Dat is gebeurd, ik ben 5 jaar secretaris van de opdrachtcommissie geweest. In die periode werd mijn broer de hoogheid in 95. Dat was ook een bijzondere verrassing. Broer Hans Siers. Broer Hans. En toen Henk Kasteel was zo'n voorzitter en die had mij op een of andere manier op netvlies, die zegt van nou, ik haal jou binnen het dagelijks bestuur als lid van tweede secretaris. En dat is in 1995 gebeurd. Maar jij hebt nooit, laten we zeggen, het aangename, je hebt altijd het aangename met het nuttige verenigd. Je had een hele drukke onderneming, uiteraard, als hoogste man. Maar daarnaast was het natuurlijk ook vertier en carnaval zit bij jullie in het bloed. Ja, en dat was natuurlijk een mooie periode. Maar dan word je, Peter, even terug naar, dus niet de bestuurlijke kant, maar de, nou ja, de stadsprins Peter. Dat was in 2002. Dat was in 2002. Ja. En zoals iedereen zegt, dat, ik weet niet of het het mooiste jaar van jouw leven is, maar ik vond het wel een heel bijzonder mooi jaar, ja, absoluut. Dus het is gewoon, ja, ik vond het wel heel mooi. Ja, ja. In carnaval ben je niet alleen inhoudelijk als stadsprins en vroeger bij de blanke boeskeulkes, maar je bent gewoon de hoogste man van de carnavalsvereniging van Oldenzaal. En doe jij dat, ik zou bijna zeggen, ja, uiteraard bij, maar is dat voor jou een zware baan of is dat gewoon gevoelens fressen? Nou, gevoelens fressen klinkt wel heel optimistisch. Het is een redelijk heftige baan, als je het baan maar wilt noemen, het is een hobby. Ja, zeker. Het is ook niet de hoogste man van de carnaval. We hebben heel simpel de vorst van de cadeausmannekes, Bert Kok. Dat is de man die de ceremonie leidt. Dat is de hoogste man, zeg maar, die stuurt het feestgedreus aan, ja. Als gevolg. En als president ben je in feite verantwoordelijk voor de vereniging. Ja. Je bestuurt de vereniging. En dat is een goede samenwerking met het bestuur dus op zich. Nou ga ik terug. Jij bent inmiddels 40 en nu 50. Dus de laatste 10 jaar van jouw onderneming als algemeen directeur. Dat zijn misschien ook weer met hobbeltjes, maar dat zijn hele profijtelijke jaren geweest. Ja. In zoverre, elke 10 jaar heb je een crisis. Begin jaren 80 was een crisis, heb ik niet meer gemaakt, maar mijn vader vertelde dat het zo was. Ja, dat is zo. Achteraf terug klopt dat ook. Begin jaren 90 was het ook niet makkelijk. Ik ben dus begonnen met een saneringsronde in 94. Begin 2001, 2002 waren geen makkelijke jaren. Mijn 40-jarig jubileum, ik zou het eerst helemaal niet vieren met zo slecht ging. Toen gezegd, toen het toch. Het was wel een jaar dat we echt weer alles gesaneerd hebben. Het 40-jarig jubileum? Ja, 2004 was een heel bijzonder jaar, heel slecht. 2003 was zelfs vliesgevend, zwaar vliesgevend, 2002 ook. Toen zijn we vanuit de rob of de ronde, toen is het gaan, toen hebben we echt van 660 man teruggeschaald naar ongeveer 330. En toen gezegd, dat doen we nooit weer, alles zelf. Als we nu weer gaan groeien, doen we dat met een flexibele schil, we gaan mensen inhuren. En dus eentje van onszelf, eentje inhuren. Dus Als we naar terug moeten schakelen, dan kunnen we die mensen die we ingehuurd hebben, kunnen we afschakelen. Ja. En dan moesten we toen allemaal ontslaan. Dat is niet grappig. Nou, en toen is 2004 is gelukt, is gekanteld. Nou, toen hebben we echt de beste jaren ooit gehad. Ja, die waren goed. Nou ja, dat eindigt niet, maar dan komt het jubileum en daar wil ik toch even met jou over praten, omdat er heel iets bijzonders gebeurde tijdens het jubileum van de Siersgroep, 50 jaar. Dan hou jij een toespraak, ja. Dan vertel jij, zoals je dat nu ook doet, eigenlijk heel eerlijk over de pieken en de dalen van de onderneming. Dan houdt de commissaris een toespraak
waarin gezegd wordt dat, dat jij toch een hele bijzondere ondernemer bent vanwege jouw sociale inslag. Jij bent niet een man die hoog in de Ivoren Toren zit, maar jij bent een man die niet meer het grondwerk doet, maar die gewoon net zo betrokken is bij zijn werknemers als dat gewenst wordt door de werknemers. En wat is dan de beloning? Dat vind ik een hele bijzondere beloning. Dan is de commissaris uitgesproken. Natuurlijk, zoals het bij feesten gaat, wordt er geapplaudiseerd. En dan vraagt de burgemeester, Theo Schouten, het woord als stadsman. En dan krijgt het bedrijf Siers een onderscheiding. Een zilveren lichtpenning van de gemeente Oldenzaal. De laatste, omdat er de laatste zilveren lichtpenning van Oldenzaal. Waarom? Niet omdat er niet meer zijn, maar omdat er besloten was dat dat niet meer aan bedrijven wordt gegeven, maar alleen nog aan verenigingen, instellingen, sociale betrokken personen en instellingen. Ik vind het jammer trouwens, maar goed, het is wel een stukje erkenning en beloning ook voor een bedrijf. Maar goed, dat is keuze des politieks. En wat gebeurt er dan, Peter? Dan wordt er geklapt en... Ja, mijn vader werd heel zenuwachtig, want die zegt maar een zilveren legpenning, hoe kan het nou? Ik heb toch al een gouden? Ik zeg, ja, pa, dat is een gouden ereburgerschap. Dat heeft er niks mee te maken. Dit is voor bedrijven zilveren legpenning. Jij bent dan gewoon ereburger. Dat is iets anders. Oké, nou dat is goed. Oh, je vader dacht, we zijn van aanzien gezakt. Ja, precies. Wat gaat er nou gebeuren? Ben je erin? Nee, ik zeg, jij hebt erin, nu bedrijf er ook in. Ja. Nou, toen ging de burgemeester Theo Schouten ging terug naar zeg maar het spreekgestoelte. En zegt, Peter, kom er even bij staan. Ik denk, nou ja, ik ken Theo ook van de Lions en van de carnaval. Nou, die wil misschien nog iets persoonlijks tegen mij zeggen of nog een flesje wijn aanbieden of zo. Ik denk, we hebben toch de zoveel legpenning al, waar gaat het nog over? Nou, toen begon hij het verhaal te vertellen dat nou ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo goed meegekregen. Ja, nee. Ik verbaasd van, wat moet ik hier staan? Ik sta hier helemaal niet graag op het podium. Wat gebeurt er toch? En ik ging maar door en ik begon een proclamatie voor te lezen. Ik denk, wat is... Nou, toen zegt hij aan het eind van de rit en die heeft zijn koninklijke hoogheid behouden. Allen te laten weten dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd om Peter Bernard Anton Siers te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Daarbij een hele mooie, in het Twents, een proclamatie. Ja, alleen een beetje Drents cadeauti. Ja, een cadeauti, het is niet helemaal Twents, nee, maar goed. Ik vond het heel knap en ik vind het meest bijzondere aan dit verhaal dat het personeel, de ondernemingsraad, voordracht heeft gedaan. Ja. Die we ondersteund werden door de vereniging waar ik actief ben, nog steeds. Maar dat de ondernemingsraad, personeel zelf dit aanvraagt, dat vond ik heel bijzonder. En ik zou ook voor bedankt. Personeelsfeest heb ik als herder een hele diepe buiging gemaakt voor een. Ik ben echt trots op jullie. Ja, maar wat het leuke is dat dus het personeel ook een hele diepe buiging voor jou maakt. Door dit aan te vragen. Ja, maar door het aan te vragen. En je hebt maatschappelijke functies, je bent de commissaris van de Rabobank en je doet nog veel andere dingen. Dus hij is volledig verdiend. Nou ja, Peter, daarom eindigen wij ook met elkaar een hand te geven en dan zeggen we elkaar, goed gewoon. En zo dood. En zo dood. Prima.